Vandaag is het de beurt van Noreen Sjung. Ze is lid van de NDP totdat ze eruit stapte. En zo maakte Suriname echt kennis met deze parlementariër. Aina, vrolijk Pasen. Het is Goede Vrijdag, maar alvast een vrolijk. Succes bij de opname. Ah, ik heb ook bewijs niet van mijn mama, zijn kinderen ook. Oh, oké. Okay. Ik heb een paar mensen die leuk willen. Dat vind ik ook leuk, dit dan. Hallo. Oh, dan het simpel. Oké. Okay. Liefie, lukt het? Als het goed is, kunnen we zo meteen gratis, lokaal en internationaal bellen. Hadden we al lang moeten doen. Zo goed, hè? Mm-hmm. En voor op kantoor is het ook een goede uitkomst. Moet je kijken. Via onze eigen portal kunnen we overzicht vragen van alle gevoerde gesprekken. Wauw. Heb je goed gedaan, liefie. Ik wil mijn moeder gelijk in Nederland. Hi, mam. Goed nieuws. We maken nu gebruik van internet calling van Telesur. Ja. Hij heeft het zelf gedaan en ik ben echt trots op hem. Kies een belplan dat bij jou past. Met goedkoop internationaal bellen, 100 minuten voor bellen naar Telegi-nummers en gratis bellen naar vaste nummers in Suriname. Telesur Internet Calling. Altijd goedkoper en makkelijker bellen. Telesur. Keeping us in touch. Welkom kijkers. Welkom mevrouw Noreen Sjung. Alles goed? Goed, en met u ook? Lekker, lekker. We zitten lekker in de zon voor het parlement. Ja, hè? Gebouw, ja. Helaas mogen we niet binnen zitten, maar goed. Maar ja, gaat, we gaan gewoon door. Noreen, waar ben je geboren? Waar? Ja. In Slaans Hospitaal. Slaans Hospitaal. En wanneer is dat? Op 31 december 1979. Hoeveel december? 31. 31 december? Ja, oudjaar. Mooie datum. Dus ja. Je hebt altijd feest? Ja, ik feest direct met de hele wereld. Hai. Wie zijn je ouders? Wie mijn ouders zijn? Mm-hmm. Mijn vader is er helaas niet meer. Die is Henry Sipping Sjung. En mijn moeder is Mok Mei. Mok Mei. Ja, Mok Mei. Ja. Mok Mei. Ja. Noreen, heb je broers en zusters? Ja. Hoeveel? Ik had één broer, maar die is in 1990 ook. Overleden door aanrijding, dus ja, daar heb ik kennis gemaakt met de dood. En ik heb nog twee zusters, ik ben de jongste. Ja, waar ben je opgegroeid? Wanica, Suriname sowieso. Wanica en later verhuisd naar de stad, zeg maar centrum. En daar naar Akswijkstraat en nu ben ik aan de Achillesstraat. Mm-hmm. Maar in wiens handen was je opvoeding? Grotendeels bij mijn grootouders en met name mijn grootmoeder. Je grootmoeder, waarom? Ja. Wel, omdat mijn vader een bedrijf had, ook een winkel had en mijn grootvader die ging ook helpen. En ja, en ik bleef thuis met mijn grootmoeder over een groot deel na school, dus dan ving zij me op. Welke opvoeding heb je gehad? Welke opvoeding? Ja, van jou. Je bent bij je oma opgegroeid, toch? Ja, ja, ja. Welke opvoeding heeft ze je gegeven? Was het streng? Was het strak? Was het makkelijk? Oké, ik dacht, welke opvoeding? Ja, sowieso heb ik een vrije opvoeding meegekregen. Met sowieso heel veel vrijheid. Mijn oma, die is een zeer inspirerende vrouw, toch? Ze vertelt me vaak over hoe het was in haar leven, het verleden, wat ik allemaal kan doen om lering eruit te trekken. We zijn nooit te oud om te leren, blijven doorgaan.
nooit opgeven. En ik vond haar verhalen best wel interessant. Ja. En soms komt het in de vorm van sprookjes en daar luister ik graag naar. Wie waren je vrienden in die tijd? Vrienden? Nou, ja, ik had een hele goede buurmeisje. We gingen samen naar school vanaf de kleuterpeuterschool. De peuterschool. Flamingo school, die bestaat helaas niet meer. Dat is hier zo aan de, als ik het goed heb, aan de Wilhelminastraat. En in ieder geval, Elisabethshof, pardon. En en zij was mijn beste vriendin. We gingen samen later naar de kleuterschool. En ook de lagere school, Sint-Elisabeth 1. En vanaf Milo zijn we eigenlijk een beetje in elkaar gegroeid. Maar jullie zijn nog steeds, jullie ontmoeten elkaar nog steeds? Ja, Facebook alleen maar, ja. Oké. Heb je ook in de winkel moeten staan? Ik? Ja. Ik heb overal moeten staan, niet alleen in de winkel. waar zoal? Nou, ik heb in kennissen hun zaken gestaan. Ik heb ook in mijn vaders zaak gestaan, achter de bar. Dus ik ben eigenlijk heel veelzijdig. Ik heb ook achter een bar gestaan? Ja, ik vond het Hoe leuk. Hoe oud was je? Sowieso was ik nog minderjarig. Uh-huh. Eigenlijk mocht ik niet achter de bar staan. Maar ja, daar werd niet alleen alcohol geserveerd, hè, maar ook softdrinks en sap. Dus ik vond het wel heel leuk. En ik vond het beter dan om in de keuken te staan bijvoorbeeld. Ik weet niet of je Makoland hebt gekend. Ja. Het was van mijn vader. Oh. Daar heb ik gestaan onder andere. In alle hoeken heb ik gestaan. Daar was mijn favoriete plaats om ijsjes te kopen. Precies, Elke hield zaterdag ook van met ijsjes. Mijn moeder naar Makoland. We moesten naar Makoland gaan. Geweldig. Oh. Ja, dus ja, ik heb in alle hoeken gestaan van Makoland. Ja. Heb je ook chowmin en chowfan moeten draaien? Nou, ik kon toen nog niet koken. Ik was toen nog heel jong. Aha. Maar ik kan zelf meer dan dat maken. Ik kan ook bruine bonen maken. Ja. Maar ik eet liever dan ik zelf kook. Aha. Maar kan je ook Chinees praten? Mandarijn? Ja, ik spreek twee dialecten. Hakka. Kantonees en daarna spreek ik Mandarijns. Oh. Dat is de moedertaal. Maar uit welke stad uit China komen je ouders? Mijn vader die komt uit Guangdong. Uh-huh. En ook mijn grootouders zijn de Hakkanese. En mijn moeder die komt uit Hongkong en die spreekt Kantonees. Oké. En welke opleidingen heb je succesvol gevolgd? Welke? Oh, allemaal. Even. Naar de break.
Jean, Fawaka, Ofa, Conquer Man. Y'all know what it is. Live by the code. Dress code. Tonight, my clef ain't con. Wizzy on the bill. Pak o dringe go palem. Mega hair story mega klari ke baru. Daru. Awak kapa? Aben so so problem. Bapa kere wagi paye montera la tori. Gian papira that is go tori ke ba. Oh, for secret boys ya. Na ne pa sandi de manji. Sai mu do. Ever tapi mi kor mi motor fiets. Brown fiets wagi ala sane kor dape. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor uw auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey! Evert! Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano wandering, bapa bol, hinya, tru keuring. Canon, powered by VSH Trading. Voor meer distributiepunten, check onze Facebookpage. Mijn dochter hield niet van melk. Maar vanaf ze ProLife heeft geproefd, wil ze het elke dag. En nu is er veel meer keus, want er is ProLife smaakmelk. Ze kan kiezen uit chocolade, bananen, strawberry, multifruit, peanut en vanille. En weet je... Behalve die 1 liter verpakking kun je het ook makkelijk meegeven of zelf meenemen naar school of een uitje. En vooral geen geknoei, want het heeft een rietje. Dus, vanaf meer melkplezier voor iedereen, drink jij vanaf vandaag de smaakmelk van ProLife. ProLife smaakmelk, die alle smaak, alle day. Distributeur voor de Visa Agency. Verder nog een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje wijn? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, Michi, u mag drinken, want die zien alle tieneren kan drinken en alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na CCR met en zonder alcohol in verschillende smaken. CCR. Oké, we gaan vandaag nog niet proosten. Ik wil al Gino zeggen. We gaan nog niet proosten.
Want straks gaat Gino ons weer storen. Ik heb een vriend in Nederland. Hij doet de groeten uit Tata voor ons. En meestal loert hij wanneer we gaan proosten. Dus vandaag ga ik hem pakken. Ik ga direct beginnen. Gino! Of wat? Huh? Sapsa, allemaal door Rokba. Wat heb je vandaag voor ons? Hey, simpel. Faka, jongen. Waar ben je allemaal gegaan? Ik was naar de CPI-reunie, man. Was in Den Haag, was in Den Haag. Was een kiek, was echt een kiek. Surinaams toch? Altijd gezellig. Ja, ik zit met Noreen Chung hier. En we proberen voorleggen uit over jou. En dan zegt ze me, nee, ik ken hem. Noreen, je mag hem even groeten. Dag Gino, hoe is het daar? Hey Noreen. Is het lekker koud daar? Ja, alles goed, ja. Ik zie je binnenkort, denk ik. Over een paar maanden. Je gaat op reis. Ja, ja. Het is koud hier. Je komt. Als je komt, wanneer je komt, breng zon mee. Breng zon mee, alsjeblieft. Ja. Laten we gaan kijken en luisteren naar groeten uit Tata. Ai, jongen. Check it, check haar video. Jong. Mona kere. Ik denk me op tijd toch dat allemaal de. Broer, je me even jongens. Ole, ole. Ik wil alle familie in Suriname, ik wil ze de groeten doen van hieruit en ik wil ze voor straks een vrolijk Pasen toewensen. De hartelijke groeten aan mijn moeder Annelies Keijzerweert, mijn zus Suzanne. Joehoe! Dan ga ik natuurlijk een heleboel mensen, iedereen die me kent, maar in het bijzonder mijn kinderen. Ik ga geen namen noemen, want dan ben ik morgen niet klaar. Geneva, Veranto, ja, Henkie woont daar niet en Germain. Hallo, dit is papa. Doei. Mijn hele familie, familie Binda. Familie Astrid Dakadi. Hallo iedereen, mijn naam is Anoupa. En ik wil graag de groeten doen aan mijn vader, Frank Bungwandien. Daar is Suriname. Aan mijn tante, Marie. En Diani. En Glenn natuurlijk ook. Nou ja, mijn broer Remy. Mijn zus Bonnie. Lieve familie Ferrier. We love you. En dan ben ik ook de groeten doen aan mijn broer, Eric, en zijn vrouw Marjorie. Ik doe de groeten aan alle mensen die me lief zijn. Mijn zusje Astrid en Rita. En ik hoop dat ze het heel fijn hebben, ook met de paasdagen. Aan Rinus en Risma. En natuurlijk aan al mijn ooms en tanten in Suriname. Dus iedereen de groeten. Ook alle familieleden en vrienden, vrolijk Pasen. En ga ervoor, maak iets moois van. Maar Merle, je weet het zelf. En Maaike en ik weet niet wie allemaal kijken. De groeten van mij. Ik ga geen namen noemen, anders stuurt iemand tekort. Maar eigenlijk iedereen die ik ken. Hey, alles en namen met Baro, Odi, Wispeunde. Het maakt niet uit of je in de Sipalimini, Brokkepondo, Komewijnen, Coroni, Nikeri of Saramaka woont. Ik groet jullie allemaal. Dit was de groeten uit Tata. Tot de volgende keer. Suriname, Sosolobby. Ik zie jullie snel en vrolijk Pasen. Groetjes aan mijn moeder, Angiani, Glenn, mijn familie op Leeuwdorp, Jenny, Claudia, Om Rut, Sharuk, Shaquille, Simon, Iwan. Hey, aan allemaal, ik hou van jullie. Zie jullie snel. Doei! Marie, laten we even proosten. Ja, geluk, succes. Ja, dankjewel. Maar vooral goede gezondheid. Ja, goede gezondheid. Gino, ook alsnog bedankt, hè. Sorry. Oh ja, ja. Proost Gino ook, ja. Hè, Nederland. Mhm. Mhm. Waar gestopt bij opleidingen? Ja, ja. Mhm. Welke opleidingen heb je met succes afgerond? Alle opleidingen. Welke opleidingen zijn allemaal? Nou, sowieso met de peuterschool, ja. De kleuterschool, uh-huh. De lagere school, VWO, hogeschool en de universiteit. Maar hogeschool in Nederland, mm-hmm. Amsterdam en de Vrije Universiteit. Nooit blijven zitten? Ja, één keer blijven zitten en één keer gebak. Gebak. Hoe ja. Komt dat? Ik deed niet hard mijn best. Oh, heb je ook gespeeld? Ja.
Oh? Af en toe. Ja, dat hoort erbij. Wat ben je gaan doen? Nou, als ik het echt moet zeggen, ik ben betrapt geworden. Dat is één keer. Dat spijbelen. En dat was toen die massaprotest tegen de regering Weidenbos. Toen ben ik op straat gegaan, want ik zat op het Atheneum. En wij van de privéschool, wij mochten niet meedoen met de stakingen en demonstraties. En ik vond het nodig. De support ook, mijn bijdrage te leveren en mijn support ook te geven aan die samenleving. En ook verschillende scholen die deden mee en ik vond onze school gewoon een buitenbeentje. Dus ik ben gaan meelopen, mee gaan protesteren en ik werd betrapt. Maar gelukkig kreeg ik geen schorsing en ook geen strafwerk. Maar wist je vader dat je bent betrapt? Nou, mijn vader. Die was druk bezig in de keuken. Dus hij had geen tijd nee. om je te betrappen. Maar Noreen, heb je gewerkt tijdens je studieperiode? Ja, ja. Dat is een van de grootste motivaties geweest. En ook aangemoedigd geworden door mijn grootmoeder. Die zegt altijd, je moet altijd keihard werken. En sowieso moet je heel veel plezier hebben in je werk. Keihard blokken. Want niks komt zomaar op dit pad. Mm-hmm. Dus je mocht niet zitten luieren thuis? Nee, dat ook niet. Dus daarom, dus toen ik... eigenlijk was ik vroeg begonnen, maar toen ik... Dat is meer in een spelende fase, hè. Dus ik zag het meer als een... Als... Omdat ik niks anders te doen had. Aha. In die tijd hadden we geen... iPhones, games, al dat soort toestanden. Aha. Dus ik werd ook keihard aan het werk gezet. Mm-hmm. Behalve het huishouden. Daarnaast ook in de winkel. En het was zeer leerzaam, maar op een gegeven moment bouw je wel om softdrinks voor mensen te gaan zetten, ijsjes en noem maar op. En voor een volwassene die denkt van, hè, hoe zit je zo weinig voor me? Mm-hmm. Dus toen ben ik ook gemotiveerd geworden om ergens anders te gaan werken, namelijk voor kennissen. Ik stond achter, ik was Bali medewerkster bij een juwelierszaak. Oh. Ja. En ik verkocht sieraden en ik heb daar ook mijn ervaring op gedaan. Ik kan een beetje smeden naast het verkopen. Aha. Dus het was wel leerzaam, ja. Ik vond het ook leuk. Aha. En in Nederland heb ik zwart gewerkt hoor, helaas. Maar goed. Nadat je in die juwelierzaak hebt gewerkt en dat soort dingen hebt gedaan. Wat heb je daarna? Waar ben je vast gaan werken? Waar is het werken begonnen? Het werken is begonnen sowieso na mijn terugkeer van Nederland. Want in Nederland werkte ik zwart, toch? Mm-hmm. En teruggekomen naar Suriname. Eigenlijk had ik geen plannen om terug te komen naar Suriname. Want ik had al gesolliciteerd bij de ABN AMRO Bank in Nederland. En, want ik was net afgestudeerd. Mm-hmm. En zij zochten naar marketing. Studenten. En ik heb marketing gedaan, 4 jaar lang, ook afgemaakt. Daarnaast heb ik een jaar op de Vrije Universiteit heb ik Engelse taal en cultuur gedaan. Maar goed, zochten naar studenten, het liefst Aziatische studenten met een HBO-diploma. En ik voldeed aan de eisen. En daarnaast ook die de taal machtig is. Ik ben gaan solliciteren. Ik heb 3 testen doorstaan. Ik moest nog alleen nog 1 interview afleggen, maar de directeur die was op dat moment uit landen. En ik dacht, ik ga even vakantie houden. Ik heb mijn vader na 4 jaar niet meer gezien. Dus ik dacht, ik kom even terug naar Suriname. Om 3 weken een bezoekje te brengen. Maar zonder intenties om te blijven, maar van het ene kwam het andere. Mijn vader kreeg een week voor mijn vertrek een beroerte. En toen had ik besloten om nog een week langer te blijven. Dus ik heb alles in Nederland aan hoofd gezet. En mijn vader werd niet beter. Dus toen was het kiezen, af. En ik heb gekozen voor mijn vader. Ik ben gebleven en ik heb er geen spijt van gehad. Het heeft me goed gedaan. En ik was wel 3-4 maanden werkloos. Ja? Werkloos geweest. Omdat ik echt iets naar iets uitkeek dat aansloot op mijn studie.
En later kwam ik, ik ben een vriend gaan opzoeken, ja, in een kernkamp weg. En toen kwam ik dus dan Tom Helder weer tegen. En ben ik gaan solliciteren. Hij zocht toevallig naar een marketeer, mm-hmm. een marketing consultant. En toen was ik daar gaan werken voor ongeveer 2 jaar. Maar Noreen, wat was je meisjesdroom? Meisjesdroom? Wat was je meisjesdroom? Je hebt een droom toch, ik wil misschien stewardess worden of verpleegster worden of winkelbediende worden. Dat is er ook. Wat was je meisjesdroom? Nou, ik zou niet zeggen meisjesdromen. Ik denk dat we niet dromen moeten gaan koppelen aan gender hoor. Je zei net stewardess. Ik dacht helemaal niet in die richting. Ik wilde piloot worden. Piloten wilde ik worden. Aha. Ja. En wat is er met die droom gebeurd? Zoals je ziet, bril ik. Oh! Ja. Met een beetje lichtschil. Dus, en toen was de technologie nog niet zo ver. Uh-huh. Dus ik ging van de A naar de B, dus vandaar blijven zitten ook. Yeah. Ik moest teruggaan van de B-richting naar de A-richting. Maar ja, dat was één. Dat was mijn droom geweest. Maar ja, ik zou zeggen. Ik kan nog steeds vliegen. Het is nooit te laat om te leren vliegen. Ja, het is nooit te laat. En je hebt die pakkie ervoor tussen. Ja, wie weet. Fly SLM, no? Dus heb je een relatie gehad tijdens je studentenperiode? Heb je geen enkel vriend gehad? Want ik heb je niet horen praten over schatje. Nee, no? Oh. Nou, ik heb, nou maar zo stellen, ik heb heel veel schatjes. Nee, gehad. Oh, nog steeds heb je een heleboel schatjes? Oh nee, voorheen was het koud verliefde. Maar sowieso. Maar heb je nooit een vaste relatie gehad? Ja, ik heb wel een vriend gehad. Aha. Maar je zou het gek vinden hoe we elkaar hebben ontmoet. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? In de kerk. In de kerk. En hoe lang heeft die relatie geduurd? Nou, ik zou zeggen, ja, het was meer een soort verhouding hoor. We waren veel te jong en de dominee die hield ons echt in de gaten. En die zei van, ja, rekening mee houden, jullie zijn nog jong. En wanneer jullie echt samen gaan, dan moeten jullie gaan trouwen. En, maar ja, het was volgens mij 3 jaar. Wat is met die relatie gebeurd? Ja, ik moest naar Nederland voor mijn studie. Is Koten gewoon? Nou ja, niet de bedoeling. De afspraak was om terug te komen en dat we op elkaar zouden wachten. Maar goed, het wachten werd te lang waarschijnlijk. En ja, helaas. Maar heb je nu één? Momenteel niet, nee. Waarom? Ook niet op zoek. Ik weet niet wie echt is. Dus, ik had wel sowieso voordat ik de politiek inging. Maar ja. Het is niks van geworden. Nee, nog niet. Nog niet. Ik ben maar zelf nog een kind. Wil je wel één? Ja. Wat heel wil je, graag. Jonge meisje? Geen voorkeur. Maakt niet uit. Nee. Oh. maar hoe doe je? Zo, hoe lang heb je al geen vriend? Pardon? Hoe lang heb je al geen vriend? Na de dood van mijn vader eigenlijk is het een beetje bergafwaarts gegaan. Dus, ja, ik zou zeggen 3 jaar. Hè? 3 jaar lang? Bro, geen vaste relatie hoor. Oh, je had wel losse. Nou, ik zal het geen losse noemen, maar ik heb een paar bewonderaars, laat me het zo stellen. Ik hou het netjes. Maar hoe moet hij eruit zien? Hoe bedoel je, hoe moet hij eruit zien? Ja, iemand die op zoek is, een bewonderaar. Ik Wat zoek is jouw niet. Keus? Wat is jouw keus? Mijn voorkeur. Ja, je voorkeus. Nou, het liefst iemand die integer is, eerlijk is, lief is en ook verdraagzaam is. En, ik weet niet hoe ik moet uitleggen, maar het gaat op gevoel. Hè? Oh, okay. Dus zodra ik me kan verenigen met de persoon, emotioneel, intellectueel, dan zit ik goed. Zodra ik elke dag kan lachen, ja. Dan ben ik tevreden. Oh, okay. Dus, maar... Natuurlijk wil het oog ook wat. En ik hou van simpele mensen. Oh, simpele maar je valt mannen. Wel op mannen. Bedoel je? Je valt wel op mannen. Nee, want de gerucht, kijk nou.
Ik wou bijna zeggen, ik dacht bijna dat je die vraag ook zou stellen. Op dieren gevallen, Migado. Op dieren. Nee, kijk nou. Dit is dat op bankstel. Ja. De geruchten doen de ronde dat Sjung, Noorin Sjung, op vrouwen valt. Klopt het? Maar ja, volgens mij is het andersom hoor. Vrouwen vallen op jou? Ja, ik heb in het verleden wel, ik ga niet zeggen last, maar heel veel bewondering van vrouwen. Mm-hmm. Misschien nog steeds. Toch? Onbewust misschien nog. Maar ik zou niet zeggen dat ik op vrouwen val. Maar je weet maar nooit. Ik heb wel fantasieën. Oh? Stout. Ik denk iedereen. Ja. Maar stout, en ik zou. Nou ja, stout, lief, mag niet. Maar heb je het nooit geprobeerd? Nee. en ik zou niet zeggen nooit. Mm-hmm. Toch? Want juist die mensen zeggen nooit zijn het. Geworden op een of andere manier. Dus ik hou dat gewoon open. Juist, we zijn allemaal mensen. Ik discrimineer niet, het zijn mensen. Maar voor nu ben ik gewoon mezelf. Ja. En wie weet misschien zal ik het ooit proberen, no? Wanneer ik 60 ben. No? Of met pensioen ben, sorry. Maar het zit in dat hoekje, geparkeerd ergens. Nou, kijk, wat comes around, goes around. Ja. Ik ga nu niet kunnen zeggen, ik ben het, toch? En of ik ben het niet. Dus ja. Ik ben voorzichtig met die uitspraken. Je staat gewoon in het midden. Ik sta open. Ja. Maar dat is goed. Het is beter dat je open bent. Klaar is Kees. Ja, en ik zie toevallig een hond hier. En ik, awesome, en ik ben wel tegen... Ja. Ik ben wel tegen dierenmisbruik. Ja. Het is een mooi beest. Echt waar? Ja. Het is duur, weet je. Misschien kan je me helpen met de donatie. Ja, ik kom zo bij u. Ik kom zo, we zijn even bezig met de opname. Oh! Ja. Maar voor dieren gesproken. Ja, even mee. Ja. Oh, je hebt een speciale kluif voor hem. Ja. Dieren is één als je uit dat je niet kan mee. Ja toch? Je bent tegen dierenmishandeling, hè? Ja. Misbruik van dieren, noem maar op. Dumpen van dieren. We moeten dieren lief hebben. We moeten respect hebben voor het leven. Mm-hmm. Ja. Noreen, ja? Wanneer is die, trouwens laat me het anders stellen. Wie heeft je benaderd om in de politiek te stappen? Noreen, naar de brief.
Jean, Fawaka, Ofa, Conquer Man. Y'all know what it is. Live by the code. Dress code. Two nice white clef paint con, Wizzy on the beat. Papa, go drink and go palm. Mega hair, Tony, mega clarica. Daru. Oh, what up? I've been so problem. Papa, Kura, Wagi Pai, and Monterala, Tori. Gia Papira, that is called Horikaba. Oh, for secret boys, Jan, and that's Sandy the Manji, Simu do. Effort. Tap me, Kurmi motor fiets. Brown fiets, Wagi Alasana Kurdape. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor uw auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey! Evert! Evert snel qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano wandering? Bapa bol, hinya, true keuring. Powered by VSH Trading. Voor meer distributiepunten, check onze Facebookpage. Mijn dochter hield niet van melk. Maar vanaf ze ProLife heeft geproefd, wil ze het elke dag. En nu is er veel meer keus, want er is ProLife smaakmelk. Ze kan kiezen uit chocolade, bananen, strawberry, multifruit, peanut en vanille. En weet je, behalve die 1 liter verpakking kun je het ook makkelijk meegeven of zelf meenemen naar school of een uitje. En vooral geen geknoei, want het heeft een rietje. Dus, vanaf meer melkplezier voor iedereen, drink jij vanaf vandaag de smaakmelk van ProLife. ProLife smaakmelk, die alle smaak, alle day. Distributeur van de Visa Agency. Verder nog een gezegende dag toe en heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje wijn? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, Michi, je mag drinken, want die zien alle kinderen kan drinken en alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na zeer. Met en zonder alcohol in verschillende smaken. Zeer. Ronnie, hoe staat het met de keuken? Wat heb je? Super om de ordentel bruine bonen vandaag voor mijn broodje.
Voor mevrouw Sjeung, je krijgt een, die heerlijke bruine bonen. Huh? Lekker. Lekker? Ga je genieten? Lekker om verwend te worden. Ja. Ja, man. Hey, Noreen. Wie is je benaderd? Wie mij benaderd persoonlijk? Ja, ja, ja. De voorzitter van de NDP. Dat is Daisy Delano Bouterse. Nog steeds. Waarom heeft hij je benaderd? Nou, ik denk, die vraag is al eerder gesteld. Ik denk dat ik overal opval, hè? Met mijn uiterlijk. En als ik heb gezegd dat ik bezig was op de achtergrond te werken met de jongeren en de jongeren te ondersteunen, in ieder geval. En bij alle massameetings waren mijn vader en ik aanwezig, ook nog een andere prominent lid van de NDP, een groepje Chinezen, dus een beetje gegroeid. We waren elk jaar daar, bij het afsluitingsfeest, dus zodoende ben ik ontdekt geworden. Waar is die, hoe moet ik het zeggen, ik moet het rustig formuleren, die drang naar de politiek, waar is dat begonnen? Nou ja, ik zou niet zeggen drang hoor. Ik was op de achtergrond meer bezig geweest met die jongeren. Ik moet het zo zeggen. Ik was vanaf jongs af aan, bracht mijn vader me naar vergaderingen. Toch? Vergaderingen voornamelijk van OSCEER. En ook binnen de Chinese verenigingen werd er zo over een bijeenkomst georganiseerd. En zodoende ben ik een beetje erin gerold. En ja, verkiezingen staan al voor de deur, maar toen ook. Ik kreeg wat truitjes, petjes, vlagjes. En dat was voor mij allemaal leuk geweest. Maar goed, mijn vader die is er niet meer, kan niet namens hem praten. Maar goed, ik zou wel zeggen, mijn vader althans toen en ik, wij zijn altijd Jaja NDP'ers geweest, ga ik het zo uitdrukken. Zo. Toen, altijd die vlag gedragen, nooit laten vallen. Ging overal, waar ze gingen, gingen we ook. Wat ze nodig hadden, gaven ze ook. Maar op een gegeven moment... Dus jullie waren ook sponsor van de NDP? Ja, ja. Ja, oh. Makoland toch? Ja, ja. Dus, maar goed, in ieder geval... ja, en een tijdje ging ik werken. Dus toen ik terugkwam met Suriname, van Nederland naar Suriname, ben ik gaan werken. En mijn vader had me gevraagd, wil je niet een bijdrage aan leveren aan de jongeren? En ik dacht van, geen slecht idee. Wanneer ben je tot het besluit gekomen? Want het heeft een tijdje geduurd, toch? Om tot het besluit te komen om uit de NDP te stappen. Ja, ik wil de NDP al vorig jaar bedanken. Waarom heb je het niet gedaan? Ja, met rekening moest houden met heel veel aantal zaken die ik nog wilde afronden voor de mensen. Ik zou zeggen de volgelingen en ook mijn achterban. Maar het steeds werd voorgehouden, ja, het komt in orde. Dus ik ben op basis van goede vertrouwen nog gebleven, toch? Maar puntjes bij paaltjes, als ik het eerder geweten, had ik ook eerder bedacht. Wat was de druppel? De druppel? Ja, de druppel. Je weet, je hebt de emmer toch? Mm-hmm. Dan heb je nog één druppel nodig voor een watrakanti. Wat was die druppel? Nou, die druppel was die hele behandeling. Kijk, ik heb heel veel moeten incasseren en tolereren binnen die 4,5 jaar. Kijk, het is geen simpel werk. Men denkt dat ik niks doe. Dat je? Dat ik niks doe. Aha. Want dat heb ik ook op Facebook gelezen. Dat ik, ja, nu pas horen van een mevrouw Sjeung. Waarom nu pas? Precies, omdat ik niet die gelegenheid heb gehad om mezelf te kunnen profileren. Omdat ik niet de gelegenheid heb gehad om werk naar behoren te kunnen doen. Toch? Maar steeds diezelfde mensen zaten me te dwarsbomen. En dan me niet zo agressief overkomen hoor. Dat kan ook een beetje agressief. Ja. Want dadelijk zie ik Bruce niet nog hier. Dadelijk ga ik ook nog huilen. Maar goed, ik was niet op een gelijkwaardige manier behandeld. Dus dat was... Maar waarom heb je niet direct geschreeuwd, Noreen? Waarom heb je niet direct... Nou, dat is een goeie. Ik heb vaker geschreeuwd binnen de fractie. Toch? Maar ja, laten we even eerlijk zijn.
ik kan niet. Ik kan niet in mijn eentje tegen zoveel mensen en zoveel mannen voor haar gaan vechten. Wat voor zin heeft het? De communicatie is gebrekkig. Gebrekkig. Er zijn geen leiders daar. Oké, okay, maar wie stond als eerste in de rij van de oppositie om je op te vangen? Ik ga zeggen, ik heb vrienden. Aha, wie zijn die vrienden? Ja, het is niet van de oppositie. Het zijn mensen die ook van me houden. Mm-hmm. Ongeacht mijn politieke keuze, mijn mm-hmm. kleur toen. En het is meer van hen gekomen, de mensen, mijn achterban. Ik heb gezegd, luister, als die mensen je zo behandelen, ga weg van daar. Toch? Wat doe je daar nog? Mm-hmm. Je wordt niet serieus genomen. En ik heb het even gezien. Ik dacht van ja, werkelijk jongen. Al die washes die ze in de lucht hadden gehouden, voor mij mensen, voor die mensen, nog steeds zie ik washes in de lucht, toch? Of treinen in de lucht, maar goed. Ik zou zeggen van ja, kijk, inderdaad jongen. Wat heb ik daar te zoeken? Zij hebben mij geadviseerd, ga weg vandaar. En ik heb erover nagedacht. Ja, en, en dat besluit heb ik ook genomen. Ja, maar nu praat je over de oppositie. Ja, de eerste rij. Ik zou zeggen, het was de NPS geweest. Oh, de NPS. Oh, het was geen PL. PL was de tweede. Oh. En dus waarom? De NPS'ers, laat me zeggen, binnen mijn kring heb ik NPS. Die NPS'ers, die wisten al dat ik zou bedanken. Oh. Maar dus, toen was het de Maar we hebben geen show ervan gemaakt, weet je? Dat dacht ik al, dat dacht ik al. Ik dacht, want die Mcha Reuker en zo en die bloemstukken, dacht ik van, hé, dit is een gepland iets. Toch? Maar, dus het was de NPS stond als eerst, daarna PL, daarna VAP. Nee. Het is ABOP, luister goed. Oh, ABOP ook. Het is ABOP die als eerst bij me was gekomen en gezegd, je komt toch niet meer terug op de lijst, dat weet je toch? En ik zei van, ik weet het niet, maar dat is vorig jaar, hè? Aha. En ik zei van, ik weet het niet, vertel me. Nou, in een combakamai, nou stem die Amnesty, de man op het podium. Check van, oh, is dat zo? Maar we leven in een democratische partij, moet kunnen toch? Ah. Ik ben van de NDP, de Nationale Democratische Partij. Ik weet niet of ik terugkom. Dus we zullen zien. En hij heeft gelijk, denk ik, achteraf gezien. Maar hij was de eerste die eigenlijk mijn ogen open had proberen te maken. Maar goed. Maar je was toen nog blind. Wat nou? Ja, toch, liefde maakt blind. 30 jaar liefde was wel leuk geweest. Hoor. Luister nou, maar... We zijn gescheiden. Waarom die keuze voor de NPS? We zijn nooit getrouwd trouwens. Waarom die keuze voor de NPS? Waarom die keuze? Ja. Nou. Want uiteindelijk ben je bij de NPS. Ja. Waarom die keuze? Uh-huh. De NPS zeggen is een oude partij. Mm-hmm. NDP is ook niet nieuw. Mm-hmm. Is wel steeds van naam veranderd, maar goed. Binnen de NPS zie je wel steeds nieuwe leiders, gekozen leiders. Nu althans is er een jonge, dynamische leider, een heel integere leider, die nooit in afspraak is gekomen. Toch? En daarnaast kan ik me helemaal terug invinden in de visie van de partij. En dat is iedere burger, Surinaamse burger, hun belangen, hun dromen optimaal te kunnen behartigen. Toch? Welvaart, welzijn te creëren. Voor Suriname en de toekomst. En middels een immateriële en spirituele weg. Mm-hmm. En daar kan ik me helemaal volledig terug in vinden. Dus vandaar die keus. Oké. Okay. Maar heeft mevrouw Weidenbos een belangrijke rol daarin gespeeld in je keus? Nou, nee. Ja, ook een beetje, maar niet in die zin dat ze me heeft opgeheerd. Want dat las ik ook volgens mij. En dat hoorde ik ook al lang, een tijdje in de wandelgangen. Dat ze me had opgeheerd, maar dat is helemaal niet waar. We gaan samen op dienstreis, toch? Ten aanzien van een mensenrechtenorganisatie. Dus ik heb ook mijn bijdrage geleverd. We vloeien in Engels. Dus daarnaast heb ik onder haar vleugels ook een aantal adviezen meegekregen. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij me heeft beïnvloed. Het gaat om mij. Als mensen echt willen weten wie mij heeft overhaald, dan zou ik zeggen, het zijn mijn mensen. Maar je mijn die, vrienden. Maar je wil mijn die naam niet prijs geven?
Nee, ik ga mensen niet in het probleem, in de problemen zetten. Het is anoniem. Maar zij zijn doorslaggevend geweest en vandaar mijn keus. Oh. En ik denk sowieso, ja, denk ik, objectief gezien, moet ik, denk ik ook dat het goed is om de andere partij ook de kans te geven. Oh. Toch? Want als ik 30 jaar daar heb gezien en niks weet van de andere partij. Maar, vind ik, dat is een nieuw begin. Let's do it. Noreen. De NDP is trouwens niet meer de partij hoor. Is niet meer de NDP die ik eerder had gekend. Dus jammer. Maar goed, ik wens ze heel veel succes. Ja. Noreen, maar kom je op de lijst voor van NPS? Dat weet ik niet, maar daarvoor doe ik het niet. Oh, je bent gewoon... Maar ik denk het ook niet. Oh, je wil ook niet meer? Nou, ja, wil niet. Sowieso ben ik altijd ready. Ik wil verdienen, toch? Maar ik hou rekening met mensen. En ik ben geen diehard in die zin van moet. En dan mijn heil gaan zoeken in een andere partij. Gewoon op de lijst te komen. Nee, er zijn zoveel andere zaken in het leven. Andere uitdagingen. En alles is welkom als een partij vindt dat ik mijn kracht en bijdrage kan leveren op een andere manier. Nou... Om Suriname is sowieso op de eerste plaats het volk te dienen. Nou, waarom niet? Waarom speciaal hier? Oké, en als je herkozen wordt, wat doe je? Ga je ook in Slaans belang helpen? Maar dat heb ik altijd gedaan, anders zou ik niet hier zitten. Oké, en als de NDP bijvoorbeeld... Zou ik nu in een kasteel zitten? Oké, als de NDP één zetel nog nodig heeft. Wat is met die NDP? Slaans belang. Slaans belang? Aha. Dan gaan ze niet bij mij vinden. Waarom? Omdat die idealen niet overeenkomen met die idealen van waar ik nu zit. En ik denk of sowieso dat het niet op zijn plaats is. We gaan afsluiten. Ja? Trouwens, wat doe je als je niet herkozen wordt? Dan gaan we echt afsluiten. Wat ik ga doen? Nou, ik ga werken aan mijn boek. Kijken jullie er naar uit. Noreen Schoen gaat een boek uitbrengen. En daar in mijn boek, ga mijn boek ook direct promoten bij deze. Ja, mag. Alles terugvinden wat Noreen Schoen heeft meegemaakt in haar leven als een jonge politica. Ja, jonge politica. We gaan afsluiten. Waar is die tas? Valencia met die tas. Want Verouska staat vandaag achter de camera. We beginnen met de hoofdsponsor. Je krijgt van de hoofdsponsor, en dat is Telesuur, krijg je 50 SRD beltegoed. Oh, dankjewel. Heb ik hard nodig. Ja, van Lucky Twins, van Peter, krijg je zo een dankjewel. Waardebon van 50 SRD. En dan mag je met iemand daar gaan eten. Oké, okay, ja, lekker. Met wie weet ik niet. En Peter kan ik altijd eten, met of zonder bon. Maar goed, dankjewel Peter. Ja, itranga. Ik zal iemand het gelukkig meemaken hoor. Ja, van Tapa Bankstel. Kijk, dit mag je hierin zetten. Ai, dankjewel. Van Tapa Bankstel krijg je zo'n truitje. Zo'n truitje. Zo leuk. Ja, waar het onderwerp goed zit. En dit mag je bij de eerstvolgende NPS-vergadering aantrekken. De eerstvolgende NPS-vergadering. De eerstvolgende. Dus ik moet jullie gaan promoten. Juist, goed zo. Hoe weet je het zo precies? Ik ga het wel aantrekken, ja, maar ik denk omgekeerd. Nee, nee, promote me totdat ik promote die boekoe. Ja, Noreen. Ja. Mijn boek moet eerst komen. Ja. Thank you. Je krijgt slippers van Galaxy. Ai, dankjewel. Ja. Je ziet die bank waarop je zit, is ook van Galaxy, deze kruiken, dus waterkruiken. Ik vroeg me af, waarom rood en geen groen? Maar goed, dankjewel. Thank you. Rood is van Robin Hood. Kijk hier, en je krijgt ook van Trans American, zo'n heerlijke vruchtenwijn. Oké, die zag ik, die directeur zag ik laatst. Nou, dankjewel hoor. Ja. Thank you, kan je goed gebruiken. Alles mag je in je zak zetten. En ook nog jouw heerlijke bruine bonen. Jouw heerlijke bruine bonen en het komt eraan. Maar dankjewel. Ik word hier maar overvallen, hè? Ja. Dat mag gewoon op tafel, hoor. Boy, zet het even op tafel, alsjeblieft. Thank you, ziet er heel lekker uit. Ja. Dankjewel, hoor. Ja, dankjewel.
kan ook op die de tafel. De proef kon, hij moet nu aan de slag, no? Ja, je mag alvast happen, Noreen. Ja. Dan ga ik afsluiten. Ja? Dan mag je die bruine bonen alvast proeven en dan zeg je me. Thank you. Hoe het proeft. Ja? Oké. Okay. Mag ik afsluiten? Dat was het weer voor deze keer. Al meer dan 5 jaren onafgebroken. Je ziet het, mevrouw Sheung was hier op bezoek bij ons in Tapabankstel. Een jonge politica. Ze wil doorgaan. Dus als je op haar wil stemmen, mag je het altijd doen. Ze zit nu bij de NPS en je hebt haar verhaal gehoord. Ze heeft haar besluit genomen. Ze is als het ware geïnspireerd door vrienden. Heel goede vrienden, ze wil de namen niet noemen. Maar... In mijn boek wel. In haar boek. Oké, dan moet je dat boek gaan kopen. Door Baya Boekoeire. Ik hoop dat het in december al uit is. In december, no? Ja. Oké. Dat zijn die namen in het boek geschreven. Maar ze is nog single. Ze houdt van... Dat heb ik niet gezegd, hè? Maar goed. Wat ben je nou eigenlijk? Ben je single of niet? Nou, ja... Misschien ben ik morgen getrouwd, ik weet het niet. Maar goed. Oh. Oké, we kijken er naar uit. Wanneer ze getrouwd... wanneer ze zal trouwen. We gaan het afsluiten. Noreen, in die middelste camera gaan we die tata daaraan aan doen. Gewoon zingen in de camera. Je vinger naar voren. Wat gaan we doen? We gaan die tatararantan zingen. We gaan stoppen. We tapu. Mm-hmm. Je begrijpt me? Ja, ik dacht ik kan niet meer gaan zingen. Nee. Laten we het samen doen. Kijk nou. Mm-hmm. Laten we kijken. Tatararantan, tantan in die middelste camera. 1, 2, 3. En ik moet je horen, hè. 1, 2, 3. Tatararantan. Tantan. Echt op zijn Chinees. Tantan. Oké, echt zo Chinees, toch? Alsjeblieft, cheers. Het is lekker, dankjewel. Ja. Maar pakje, fire begin Theo Dres Wansma. Maar op het pakje etik. Je hebt money. Als aan voeden Umasma. Ai. Je nyang Umasma. Maar dat is nobody in dat.